Dames, heren ook, welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Tekenmeester. En vandaag gaan we het hebben weer over cinema. Jazeker, ik ga binnenkort ook wel weer iets met grafiet doen op papier. Maar vandaag gaan we het hebben over een van mijn favoriete films. Hij staat waarschijnlijk wel in mijn top 10 lijst van beste films ooit. Niet hij. Ze. Ze. Haan is vrouwelijk. De maan is onze moeder. Ze beschermt ons, ze waakt over ons. Denk je dat werkelijk, Gerard? Ja. Het gaat om de film De Vierde Man. En De Vierde Man is niet zomaar een verhaal. Het is het afgewezen boek van Gerard Reve voor de Boekenweek. Gerard Reve die werd dus gevraagd in het jaar, nou wat zal het geweest zijn, 1980. En is dus uiteindelijk wel uitgegeven, maar het is dus nooit als boekenweekgeschenk gepubliceerd. Want ze vonden het boek nogal controversieel. Lieve jongens en meisjes, ik ga jullie zo dadelijk een paar verhaaltjes voorlezen die ik speciaal voor jullie, voor kinderen dus, geschreven heb. Wat eigenlijk best gek is, want Gerard Reve was in die tijd een controversiële figuur. Hij was dus schrijver en een zeer bekende media personality die zich mengde in het publieke debat over allerlei zaken als seksualiteit, racisme en religie. En daarin had hij de standpunten die niet altijd populair waren, die zelfs als uiterst links of als uiterst rechts gezien konden worden. De grote liefhebbers van Gerard Reve, van het werk van Reve, gebruikten altijd het argument, ja, dat zei hij dan allemaal wel, maar dat is ironie. Dat moet je niet al te serieus nemen. En dan moeten jullie aan papa en mama maar vertellen dat ze die mooie grote mensenboeken die ik geschreven heb, moeten kopen. En die boeken, die kosten maar 8,50 gulden. Reve had natuurlijk ook een soort tongue-in-cheek-achtige humor en koketteerde altijd met het feit dat hij Rooms-Katholiek geworden was, dat hij homoseksueel was en hij had het ook heel vaak over nogal merkwaardige seksuele fantasieën. Dus het CPNB, ofwel de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, had kunnen weten dat ze een schrijver in huis haalden voor het boekenweekgeschenk die nogal expliciete scènes in het boek zou omschrijven. Hoe kan iemand bij zijn verstand zijn en niet katholiek? Katholiek zijn is niet hetzelfde als dom. Katholiek zijn betekent openstaan voor het fantastische. Alle grote wetenschappelijke ontdekkingen komen voort uit de fantasie. Dus alle grote wetenschap is katholiek. Aanvankelijk hadden ze het synopsis goedgekeurd, maar bij het lezen van het tweede stuk, toen hebben ze de stekker uit het project getrokken en is het boek later als handelseditie toch nog verschenen en heeft Reve daar best wel veel geld aan verdiend. Aldus de bronnen die ik geraadpleegd heb. Ja, dat durf ik wel te zeggen, maar dat is in mijn jeugd altijd gezegd, is dat die door huisvrouwen gelezen werd. Vanavond een bekende en controversiële gast, de schrijver Gerard Reve. Meneer Reve, we zijn blij dat u onze uitnodiging hebt aangenomen. Het wordt een succes. Dames en heren. Toen ik deze film voor het eerst echt bewust zag, was dat tijdens het eindexamen Nederlands. En onze docent liet dan een aantal Nederlandse films zien, waaronder deze De Vierde Man. Voor het eindexamen Nederlands moesten we natuurlijk een reeks boeken lezen. En onze zeer inspirerende docent Nederlands, meneer De Grauw, deed er dus van alles aan om ons aan het lezen te krijgen.
Dus hij liet van alles zien. Hij liet Baantjes zien. Hij liet Vestdijk een film zien. Pastorale 1943 van Wim Verstappen. En dus ook De Vierde Man van Gerard Reven. Uiteraard dus geregisseerd door Paul Verhoeven. En, dat had ik nog niet gezegd, het scenario van Gerard Zoeteman. Eigenlijk de vaste scenarist van Paul Verhoeven in zijn eerste Nederlandse films. Zoeteman was al verbonden met Floris, de jeugdserie. Dus we moesten echt actief naar een videolokaal. En daar gingen we dan een blokuur zo'n film kijken. En hier probeerde meneer De Grauw dan uit te leggen dat De Vierde Man natuurlijk niet alleen maar een soort lineair seksueel getint homoerotisch verhaal was, maar dat het ook vol met symboliek zat, met katholicisme, maar ook met zogenaamde thriller elementen. En dat het dus eigenlijk een soort whodunit was, het boek en de film, maar dat het niet zo is als Appie Baantje. Dat er op het eind van de film een politieagent op de prop komt en die dan gaat zeggen, dat is de dader. Zo werkt dat natuurlijk niet in De Vierde Man. Het is een psychologische thriller. Wij zagen dan zo'n film en dan was het natuurlijk het idee op de MAVO dat we dat boek dan gingen lezen. Ik was met name door de film direct gegrepen, want die film deed mij eigenlijk denken toendertijd al aan films van Hitchcock. En die had ik toen ook al gezien. In die tijd was ik enorme fan van de film Frenzy. Dat vond ik zo'n fascinerende, nare, enge film. Terwijl die eigenlijk niet eens tot een van de grote films van Hitchcock gerekend wordt. Maar Frenzy ging over een seksuele seriemoordenaar die met een stropdas eigenlijk al zijn vrouwelijke slachtoffers wurgt nadat hij eigenlijk seksueel niet weet te presteren. Maar dat was niet de inspiratiebron voor Paul Verhoeven. Voor Paul Verhoeven was de inspiratiebron Vertigo van Alfred Hitchcock. Eigenlijk een van de topfilms van Hitchcock. Je zou wel kunnen zeggen zijn meest briljante film in zijn gehele oeuvre. Ook een seksuele thriller, waarin dus realiteit en waan dwars door elkaar heen lopen. En het knappe dus van Vertigo is dat je enorm die seksuele spanning voelt, maar ook de spanning voelt, gaat onze hoofdpersoon dit seksuele avontuur overleven? En dat geldt dus ook voor De Vierde Man. Want ook hier is de premisse, overleeft de hoofdpersoon deze film? Ik zit natuurlijk al heel erg in die analyse, maar ik moet natuurlijk wel voor de kijkers die De Vierde Man niet kennen even vertellen wat het verhaal is. Gerard die wordt uitgenodigd voor een lezing in Vlissingen. Hij moet daarheen en Gerard Reven zit in geldnood. Ik moet er gelijk bij zeggen, het karakter heet in de film Gerard Reven, maar het is wel degelijk een verzonnen figuur naar aanleiding van de ik-persoon in de roman, want dat is ook Gerard Reven. Maar Zoeteman heeft er in zijn scenario toch echt een eigen karakter van weten te bouwen. En wat ik knap vind aan deze film is dat je dus het personage van Gerard Reven heel goed kan volgen zonder de echte schrijver te kennen. Gerard gaat dus in Vlissingen een lezing geven. En die lezing die loopt wat uit en hij ontmoet daar Christine. En die Christine die fascineert hem wel enorm. En laat ik het zo zeggen, die Christine, hij vindt haar wel aantrekkelijk. En dat is een beetje merkwaardig, want ja, het is natuurlijk een vrouw, hij is homoseksueel. Dat is ook in het boek heel duidelijk en in de film ook. Maar toch voelt hij zich enorm tot haar aangetrokken en ze belanden dus ook bij elkaar in bed in haar huis en ook haar schoonheidssalon. Na een wilde nacht wordt Gerard wakker en hij krijgt een enorm fijn ontbijt op bed en hij mag zijn haren laten knippen, hij krijgt nieuwe overhemden en hij weet een beetje in dat leven van die Christine te kruipen, maar ja, hij vindt dat wel aardig,
Maar het is geen uitvreter, dus die Gerard Reven denkt vervolgens van ja, nou ja, ik ga wel vandaag of morgen wel weer terug naar Amsterdam. Relatie, daar ga ik gewoon niet aan beginnen. Want die Christine, die zinspeelt daar een beetje op. Van kunnen wij niet gewoon, ja, is het niet meer dan alleen maar die ene leuke nacht. Dus die Gerard krijgt vervolgens ook wel betaald voor die lezing. En dan ziet hij in die administratiepapieren opeens een liefdesbrief met vervolgens daarachter een foto van een hele knappe gozer in de film gespeeld door Tom Hofman. En dan zie je zo'n hele afgetrainde gozer in zijn rode slip, zijn speedo. En ineens denkt die Gerard, shit, deze gast moet ik gewoon hebben. Dus vervolgens verandert hij van opvatting, namelijk dat die ineens toch wil blijven. Maar ja, hij kan natuurlijk niet ineens zeggen, ja, ik wil blijven omdat die Herman komt. Dus hij gaat met die Christine uitzoeken hoe haar relatie met die Herman in elkaar zit. Want die Herman heeft een grote zaak. Het is een knappe vent, afgetraind, jong, hij heeft ambitie. Het is eigenlijk helemaal de perfecte catch voor dus die Christine. Alleen in bed doet hij het maar matig. Dus Gerard besluit dan vervolgens om haar te helpen. Hij wil haar gaan adviseren op het gebied van relatie en seksuele therapie. Allemaal natuurlijk geleuter. Christine raakt overtuigd. Dus die Christine zegt, ik haal hem op en jij blijft hier tukken. En dan gaan we aan dat probleem werken. Dan wijkt dus het boek af van de film. In het boek vindt hij dozen met spullen. En in die spullen ziet hij 3 keer dat zij getrouwd is geweest. En in de film doen ze dat met filmpjes. Dus zij ziet dan vervolgens 3 mannen waar ze dus 3 keer mee in het huwelijk treedt. En die Gerard die gaat dan in dat boek, rent die weg. Dus hij krijgt eigenlijk die Herman uiteindelijk nooit helemaal goed te zien. Terwijl in die film moet die confrontatie tussen hem en die Herman natuurlijk gebeuren om natuurlijk dat verhaal, dat laten we zeggen, dat thriller element te geven. En dan vervolgens dus ook dat het echt op leven en dood is. Aanvankelijk zijn de motieven van Gerard Reven dus seksueel van aard. Het lukt hem dus om in contact te komen met Herman. Het lukt hem dus ook om seksueel contact met Herman te krijgen. Dus zijn missie is geslaagd, maar net op dat moment komt hij erachter dat Christine niet alleen 3 keer getrouwd is geweest, maar dat alle 3 de mannen ook zijn omgekomen aan een of ander gruwelijk ongeluk. En zowel in het boek als in de film ontwikkelt Gerard Reven dan het waanidee dat hij of Herman aan een gruwelijk ongeluk om het leven zou kunnen komen, omdat een van hun 2 wel eens de 4de man zou kunnen zijn. En hoe het dan vervolgens afloopt, ja, dat moet u dus zelf gaan kijken. Paul Verhoeven vertelt dat verhaal niet zo lineair zoals ik het nu vertel. In de zin, het is niet met flashbacks of zo of dat soort dingen, dat is het niet. Maar we volgen dit verhaal in het hoofd van Gerard Reven. Dus de realiteit die wij ervaren in de film is niet noodzakelijkerwijs de realiteit die de karakters om Gerard heen ervaren. Dus Gerard Reven heeft eigenlijk allerlei idiote waandenkbeelden, maar dat is niet de wereld zoals eigenlijk bijvoorbeeld Christine dat ziet, of die Herman dat ziet, of die dokter waar die eigenlijk in het begin contact mee heeft voordat hij naar die lezing gaat. En dat maakt deze film zo interessant, dat de waan van Reven maakt deze thriller. Terwijl het eigenlijk gewoon ogenschijnlijk een beetje een paar losse seksuele avonturen is, is het eigenlijk een thriller doordat we de film kijken door de ogen van het karakter Gerard Reven. Overigens door Jeroen Krabbé ontzettend goed gespeeld. Ik vind Jeroen Krabbé echt geknipt voor deze rol. Een groot deel van de spanning in de film wordt veroorzaakt door de passief-agressieve houding van Gerard Reven. Koffie. Koffie?
Niks anders? Sherry? Wijn? Rode wijn? Ik zet toch koffie, godverdomme. Oh, nou rustig maar, het komt er al aan. Maar het karakter Gerard Reven is natuurlijk niet alleen maar passief-agressief. Het is natuurlijk ook een heel gevoelig mens. En die combinatie, die weet Jeroen Grabé echt fantastisch neer te zetten. En die dualiteit weet hij echt goed over het voetlicht te brengen. En dat maakt deze film zo enorm spannend. Als we dan verder kijken naar cinematografie, dan is daar echt wel gekeken naar films van Alfred Hitchcock, Louis Buñuel en Ingmar Bergman. En respectievelijk gaat het dan om natuurlijk de spanningsopbouw, de surrealistische elementen en de psychologie, het metagesprek tussen dus de diverse karakters in deze film. Je ziet dus al in het openingsshot, waarin we dus heel dichtbij dat crucifix zien, een spinnenweb, een dikke vogelspin met een vliegje dat gevangen wordt door die spin. Dan zie je dus een gruwelijk gebeuren. Hè? Een spin die eigenlijk een onschuldig beestje op gaat vreten, met daarachter een Christusfiguur die op dat moment ook lijdt aan een kruis. Maar als je dan vervolgens uitzoomt, dan zie je ineens een kamer met Gerard gewoon helemaal naar de kloten, omdat hij te veel gezopen heeft. En dan zien we gewoon een normale huiskamer, althans met heel veel wijnflessen leeggedronken. En dan snappen we, oh ja, dit is natuurlijk gewoon wat er altijd gebeurt. Namelijk, je hebt gewoon spinnen in de wereld, je hebt gewoon spullen in de wereld. Je hebt gewoon die gebeurtenissen waar we eigenlijk geen acht op slaan. Maar omdat we het zo op die manier framen, zijn we ineens getuigen van zo'n enorme gruwelijke gebeurtenis. Als we dat dus zien, dan hebben we eigenlijk al een vooruitblik over hoe die hele film gaat. Wij zien dus in het klein gebeuren met die spin en zijn prooi, dat we zien de spin, die staat voor het karakter van Christine. En de prooi, dat zou wel eens de nieuwe vierde man kunnen zijn. Dat maakt deze film zo gaaf met betrekking tot de cinematografie. Want wat deze film heel knap doet, is een verhaal lineair vertellen. Maar in de beelden verwijst het steeds naar de toekomst en naar het verleden. En dat gaat kriskras door elkaar, zonder dat we eigenlijk het normale lineaire verhaal uit het oog verliezen. En daar helpt het camerawerk van Jan de Bont uitstekend bij, om het verhaal goed te kunnen volgen. Nou, wat natuurlijk ook aardig is aan dat boek, is dat in het boek wordt ook echt gesproken over Hitchcock. Dus het idee, ik kan me dus echt gewoon voorstellen dat Paul Verhoeven dit boek gelezen heeft, dan vervolgens leest over de film Dial M for Murder, waarin Grace Kelly een van de hoofdrollen speelt, dat Paul Verhoeven misschien aan denken geslagen was van, ja, hey, maar dit boek zelf is eigenlijk ook een Hitchcock thriller. Dus waarom, ja, zou ik niet een Hitchcock thriller maken van dit boek, terwijl de karakters ook nog in het boek spreken over de film Dial M for Murder. Maar ik las dus hier nog, dat was natuurlijk echt wel uit de film, en dat is natuurlijk ook wel weer aardig, is dat er is dus ook een Maria-figuur in de film. En die Reven ziet dus ook steeds die blonde mevrouw. En dat is Geert de Jong. En wat echt rechtstreeks gewoon uit het boek ook gepakt is, maar dan als, ook weer als droom, is het volgende. Maar dit was toch, ik verstijfde opnieuw. Er begon een herinnering in mij op te doemen. Ik kreeg een gewaarwording van iets zeer onaangenaams. Iets onheilspellends. Van iets dreigends zelfs. Ja, nu wist ik het. Dit was, als ik me tenminste niet gek aan het maken was, of opnieuw droomde, deze sleutel.
Was dat niet de sleutel die de man in het hotel, die enge, magere man in die droom, de eerste nacht dat ik hier in huis sliep, in zijn hand gehouden en op mij gericht had? Ja, met het holle einde naar me toe, dat op de loop van een vuurwapen had geleken. Ja toch? En dit kistje, het deksel ervan, dat was toch precies in het klein die deur die die kerel in de droom op de kier open had gedaan. De deur van die kamer op die donkere gang? Nee, jongens, kalm blijven. Niet als een oud wijf alles op elkaar betrekken. Ja, dus wat moet ik er nou over zeggen? Wie vind ik eigenlijk nog meer geweldig in deze film? Uiteraard het karakter van Herman bijvoorbeeld. Tom Hofman, die speelt dat echt fantastisch. Ook heel belangrijk om te vermelden is natuurlijk de figuur van die Christine. René Soutendijk. Want die moet je echt niet uitvlakken. Want zij is dus ja, de versie van Paul Verhoeven van de blonde, coole Hitchcock-dame. En als je een aantal van die films van Hitchcock gezien hebt, dan zit daar één bepaald type dame in. De belangrijkste Hitchcock-blondine is dus Grace Kelly. Maar zij besloot uiteindelijk met de prins van Monaco te trouwen. Dus zij verliet Hollywood voorgoed. En nadat Grace Kelly dus was vertrokken, moest hij dus op zoek naar andere blondines. En alternatieve blondines, die vaak cool van aard waren, knap, sophisticated, elegant, maar ook een kleine rauwe rand konden die dames hebben. En Hitchcock wilde die dus graag in zijn films hebben. En een aantal voorbeelden zijn Doris Day. Die vind ik dan eigenlijk nog altijd de minst sexy van de dames. Janet Leigh, die we kennen uit Psycho. Vera Miles, Kim Novak. Eve Marie Saint uit North by Northwest. En Tippi Hedren. En dit verhaal is berucht in Hollywood omdat Hitchcock echt obsessief verliefd was op Tippi Hedren. En toen zij hem dus meerdere malen afwees, toen bleek dus dat hij een zeer vals figuur was die in feite haar hele carrière gesloopt heeft. René Soutendijk speelt dus zo'n soort dame die aantrekkelijk is, maar tegelijk ook afstoot. En dus ook een levensgevaarlijk karakter speelt. En ook hier weer zien we Soutendijk niet helemaal zoals zij is, maar zoals we haar dus zien door de bril, die Gerard Reven in deze film totaal niet op heeft, maar goed, maar door de ogen van het karakter van Gerard Reven. Wat kan ik er verder over zeggen? Ik zou gewoon zeggen, kijk deze film en ik vind het geweldig. Hij is enorm spannend en het is gewoon zo'n toffe film eigenlijk. Dat het gelijk smaakt naar meer. Dus dan zou ik eigenlijk zeggen, kijk De Vierde Man. Uiteraard kun je dan ook nog kijken naar Basic Instinct. En ook een film van Paul Verhoeven. En dat zou min of meer zijn Amerikaanse remake van deze film kunnen zijn. En kijk dan vervolgens ook naar de film Vertigo van Hitchcock. Want dat is ook zo'n prachtige film. Dan denk ik dat ik er wel zo'n beetje ben. En dan sluit ik af, waarschijnlijk met muziek van Luke Dikker. Want die LP heb ik ook. Want die filmmuziek van De Vierde Man is zo echt gaaf, fantastisch. En wil ik nog een klein detail aan toevoegen. Namelijk de acteur Dolf de Vries. En dat is eigenlijk de anti-Mastroianni van Paul Verhoeven. Hè? Dus Fellini had Mastroianni als alter ego. Paul Verhoeven heeft heel lang Rutger Hauer als alter ego gehad. Hè? Van zo zou ik willen zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen in het geval van Martin Scorsese was dat eerst Robert De Niro en later Leonardo DiCaprio. Maar
in dit geval Dolf de Vries, heeft in alle Nederlandse producties van Paul Verhoeven meegespeeld. Maar eigenlijk als de, ja, laten we zeggen, de alter ego. Maar wel een hele fijne acteur. Hele leuke acteur. En een beetje de kneuzige figuur. Eigenlijk de figuur die wij allemaal zijn. Hij is eigenlijk gewoon het publiek. Hij is niet de soldaat van Oranje. Hij is niet de kunstenaar in Turkschrijd. En hij is dus ook niet die rare schrijver uit De Vierde Man. Daar is hij ook gewoon een keurige dokter die we allemaal kennen. En die we eigenlijk zelf ook gewoon zijn. Een simpele huisvader met gewoon kleine dromen. Die we toch proberen waar te maken. Maar de waan die waarheid wordt in deze film is zo meesterlijk. En ik zou zeggen, laat je meevoeren in de waanzin van Gerard Reve in De Vierde Man. Tot een volgende keek.